Van de gruwelijke aanblik van een zombiehert tot wat misschien wel de meest overtuigende beelden zijn van de schuwe Bigfoot, bekijk hier 10 dingen die wildcamera's vastlegden die niemand mocht zien. Laten we samen een kijkje nemen. Yeah! 10. Zombiehert. We beginnen deze lijst met de waarneming van een hert. Niet spannend, immers als er iets is dat wildcamera's waarschijnlijk vastleggen, dan zijn het wel herten. Maar deze is anders. Je ziet niet elke dag een hert zonder lichaamsdelen. De huid op de rug van dit hert is helemaal uit elkaar gescheurd. Je ziet zelfs zijn organen. Dit is iets wat je kunt verwachten in de televisieserie The Walking Dead. Maar in het echt? Kom op, dat is onmogelijk. Ik dacht zeker dat het onmogelijk was voordat ik deze video zag. Het schijnt dat zombieherten een ding zijn en ik zou het zeker niet geloven als deze wildcamera het niet had vastgelegd. Voor het geval je denkt dat je ogen je voor de gek houden, je kunt het ook in slow motion zien. En ineens worden de beelden nog griezeliger. 9. Mollige wasberen komen goedendag zeggen. Van veraf lijkt het op een wolf, maar het is er geen. Het is gewoon een wasbeer en een hele mollige die de wildcamera nadert. Zijn maatje, nog zo'n mollige wasbeer, is vrij dicht bij de camera. Hij is zelfs zo dichtbij dat je zijn ogen, of liever gezegd één oog, van dichtbij kan zien. Dit is ongetwijfeld de eerste keer dat ze een camera zien en ik weet zeker dat ze gefascineerd zijn. We weten niet veel over deze wasberen, maar het is goed om te weten dat ze goed eten. In tegenstelling tot de zombieherten van eerder is deze waarneming verre van griezelig. Integendeel, het is echt schattig. Hoewel ik moet toegeven dat ik eerst een beetje schrok, vooral door hoe de ogen van een van de wasberen er in het donker uitzagen. Ik dacht bijna dat het een of ander monster uit het bos was. 8. Mannelijke eland die vacht van zijn gewei verliest. Deze wildcamera in Oost-Oregon legde de ongelooflijke gebeurtenis vast van een eland die zijn vacht van zijn gewei verliest. Kijk maar naar hem. Dat zijn geen bladeren die aan zijn gewei zijn blijven hangen. Dat is de vacht, waardoor het lijkt alsof hij dreadlocks aan zijn gewei heeft hangen. Dat is toch fascinerend of niet? Hij zit een beetje te chillen bij de vijver en kijkt af en toe naar de wildcamera. Maar na een tijdje verdwijnt hij. En als je je afvraagt waarom elanden hun vacht van hun gewei verliezen, wel, dit is omdat ze niet meer goed doorbloed worden, waardoor de vacht uitdroogt en afschilfert. Die aanblik is behoorlijk schokkend en soms bloederig, maar je mag blij zijn te weten dat het proces niet echt pijnlijk is voor de dieren. Ja, het zag er zeker niet pijnlijk uit voor de eland in deze video. Hij was behoorlijk kalm. In de tweede video zie je twee elanden bij de waterbron. Eén van hen verliest zijn vacht en hij toont zelfs dominantie door naar de andere te sissen. Dit is fascinerend en zeker iets dat je alleen dankzij wildcamera's kan zien. 7. Een paar coyotes die zingen. Een wildcamera in de bossen van Irving, Texas, legde een groep coyotes vast. Het is zo verbazingwekkend om hun gedrag op camera te zien. Je ziet hoe ze hun territorium afbakenen en voedsel aanvoeren. Wat echt fascinerend is om te zien, is hoe een coyote van een lage rang een coyote van een hogere rang benadert. Zijn staart en kop zijn naar beneden gericht, terwijl zijn oren naar achteren staan. Maar het echte hoogtepunt van deze camerabeelden is het gehuil. Het klinkt beslist alsof ze een lied zingen. Waarom doen ze dat? Wat hebben ze gezien? Als je ideeën hebt, deel ze dan gerust in de comments. 6. Dansende beer. Dit moet wel een van de grappigste dingen zijn die wildcamera's ooit hebben vastgelegd. Deze beer hier krabt aan zijn rug met behulp van een boom. Ik bedoel, daar zijn bomen voor, toch? Maar zoals hij het doet, lijkt het wel alsof hij danst. Zoals ik al zei, dit is echt hilarisch. Eerst hadden we zingende coyotes en nu een dansende beer. Wat is dit? Een soort talentenjacht voor dieren? Dat is nu eens een show waar ik naar zou willen kijken. Hopelijk kon de beer uiteindelijk zijn jeuk kwijtraken. Hij verdiende het zeker nadat hij ons heel wat vermaak heeft bezorgd. 5. Beer maakt selfies. Een van de wildcamera's in de Boulder Open Space en Mountain Parks in Colorado legde ongeveer 580 beelden vast. Van die 500 beelden waren er 400 van een bepaalde beer. Ja, dat klopt. Een beer nam daadwerkelijk 400 selfies. Het lijkt erop dat we hier een Instagram-model in wording hebben. De beer nam verschillende poses aan. Er zijn volledige frontale selfies, profielen van de zijkant, noem maar op. Het lijkt alsof de beer probeerde een perfecte hoek te vinden. Is het gelukt? Nou, kijk maar eens naar deze selfies en laat het ons weten in de comments. Dat profiel van de zijkant is gewoon hilarisch. Wildcamera's leggen meestal beren vast die eten. Of, je weet wel, hun rug krabben, zoals de beer in onze vorige video. Maar een beer die 400 selfies neemt, dat is echt uniek. 4. Bosvee valt camera aan. Een wildcamera in Westchester County in New York legde iets ongelooflijks vast. Zie je die lichtjes die op de beelden verschijnen? Die zijn blijkbaar afkomstig van een vee die op de camera is geland. De vee landde niet alleen op de camera, maar viel hem ook aan. En ik dacht dat veeën vreedzame wezens waren. Volgens de folklore leven veeën in de bomen en hun vleugels gaan op in het bladerdek. Ik denk dat deze in de war raakte toen hij de camera zag. Dit is iets wat je zeker niet zou geloven als het niet op camera was vastgelegd. 3. Merkwaardig licht.
Een man die met zijn wildcamera volgende bollen vastlegde, zei dat hij nooit eerder bollen had gezien die er zo uitzagen en zich zo gedroegen. Meestal ziet hij stofdeeltjes of insecten, maar deze waren anders. Op de eerste beelden ziet de bol er gewoon uit. Het lijkt op een insect of zo. Maar tegen het einde van de video valt het plotseling op de grond, wat gewoon vreemd is. De andere video is nog vreemder. Ook die toont een bol, maar deze is groter en op de een of andere manier helderder dan de vorige of enige andere bol die ik met een camera heb gezien. Het hert lijkt ook verward. Ik weet niet zeker of het naar de bol kijkt of naar de camera. Maar toen gebeurde het vreemdste. Toen het hert wegging, volgde de bol het. Wat vind jij van deze bollen? Laat het ons weten in de comments. 2. Fresno Nightcrawler. Dit zijn ongetwijfeld de griezeligste beelden op de lijst tot nu toe. Het laat een soort wezen zien dat over de straat loopt, of liever gezegd zich verplaatst. Dat is pas een vreemd gezicht. Het lijkt op een soort cryptide of een geest. Het wezen maakte iedereen die de video zag bang. Mensen noemden het Fresno Nightcrawler of Fresno Alien, omdat het verscheen in Fresno, Californië. Als het op video al zo griezelig is, stel je dan eens voor hoe het zou zijn als je het in levende lijven zou zien. Er zijn behoorlijk wat vreemde wezens in de wereld, maar de Fresno Nightcrawler moet wel een van de vreemdste dingen zijn die ik ooit heb gezien. 1. Bigfoot. Dus, je dacht echt dat we de legendarische Bigfoot niet zouden vermelden? Natuurlijk staat hij hier dus op nummer 1. Deze camera registreerde een apenachtig wezen bedekt met een zwarte vacht dat zich achter enkele bomen in de bos van Georgia nestelt. Nadat het klaar is met wat het aan het doen was, staat het wezen op. En dan zie je dat het veel groter is dan een mens. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar dat lijkt me de schuwe Bigfoot. En dit moet een van de meest overtuigende beelden zijn die ik ooit gezien heb. Maar ja, je kan het niet echt van dichtbij zien, zoals in onze thumbnailfoto voor vandaag, waar de veronderstelde Bigfoot zelfs een selfie nam met een meisje. Die in de video ziet er beslist niet zo vriendelijk uit. Wat vinden jullie van de foto? En wat was volgens jou het meest ongelofelijke moment uit de video van vandaag? Laat het ons weten in de comments. Als je onze video leuk vond, like die dan en abonneer je ook op ons kanaal met de notificaties aan, zodat je geen van onze toekomstige uploads mist. Tot de volgende keer!